Ik had vanaf mijn zesde een dierenziekenhuis, dat wist de buurt ook. Als er vogels uit een nest gedwarreld waren, dan werd ik erbij gehaald. Als er konijnen doodgingen en er waren jonkies, dan werden die gevoerd. Dus het was gewoon het jonge meisjes idee van diergeneeskunde. Ik ben toen diergeneeskunde gaan studeren en daar echt gewoon gefascineerd geraakt door de combinatie van wetenschap en geneeskunde, veterinair geneeskunde. En dat is een feit in wat ik nu doe heel erg bij elkaar komt. Wat we zien is dat we steeds vaker te maken krijgen met nieuwe infecties die vaak uit de dierenwereld komen en die in plaats van dat het kleine of incidentele gevallen worden, steeds grotere uitbraken veroorzaken. Het onderzoek waar ik erg in geïnteresseerd ben is hoe we ons moeten voorbereiden op infectieproblemen in de veranderende wereld. En dat is heel complex. Dat gaat over klimaatverandering, dat gaat over bevolkingsgroei, dat gaat over dat mensen veel meer bewegen, dat we oerwouden ontginnen. En dat dat gevolgen heeft voor de infecties die we tegenkomen. En dat betekent ook dat je moet openstaan voor de denkwereld van andere vakgebieden. En dan gebeuren er in mijn optiek interessante nieuwe dingen. Fotografie is een hobby, is een passie. Ik vind het gewoon een kunstvorm. Als je mooie foto's ziet met een verhaal. Die combinatie die vind ik het mooiste. Ik neem heel vaak mijn fotocamera mee om in beeld te brengen wat we doen. Het kan natuurlijk niet overal en het kan niet altijd, maar ik probeer het wel om ook een soort beeldverslag van die bezoeken te hebben. Ik leid een groot Europees project waarin we kijken van kunnen we uitbraken beter, vroeger opsporen door gebruik te maken van echt nieuwe technologie die het hele viroom in kaart kan brengen. Het viroom is alles aan virussen wat wij bij ons dragen, wat in water zit, wat in de lucht zit, want we zijn daardoor omgeven. En dan gebruik maken van bioinformatica om te kijken van in dat hele viroom, wat zit er nou in waar we ons zorgen over moeten maken. Een studie die gaande is dat wij rioolwater verzamelen in 80 wereldsteden. En daar onderzoeken we dat rioolwater en kijken wat we daarin vinden en of we daar patronen in kunnen zien. De ultieme wens is natuurlijk dat je zo vroeg opspoort en zelfs voorspelt van in welke hoek moeten we het zoeken. Dus wat zijn nou de grootste risico's en kunnen we voor die risico's al iets klaar hebben liggen?